Welkom bij een nieuwe video en vandaag ga ik 5 tips doen die je vooral niet moet doen. Gisteren of vandaag heb ik eigenlijk ook al 10 tips die je zeker moet doen of wel moet doen. Ja, of natuurlijk wel moet doen als YouTuber, maar nu 10 dingen die je niet moet doen als YouTuber. Oké, doe vooral een duimpje omhoog straks op het einde, maar ja, dan gaan we beginnen. 1. Speel niet met je achtergrond. Hallo, ik ben Xander. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Oké, en vandaag gaan we weer een nieuwe video doen. Want dat moet je vooral niet doen. Je mag wel gek doen, maar doe niet te gek. Zo van... Welkom bij een nieuwe video en vandaag gaan we dit doen. Oké. Dat moet je ook al vooral niet doen. Dus dat is een klein beetje te gek. Ook al moesten jullie niet lachen. En doe vooral, ja, je moet goed je haar doen. Maar wat je niet moet doen is bijvoorbeeld... Hallo mensen, ik ben Xander en kijk wat een mooie haar doet. Maar we gaan weer beginnen. Oké, ik ga even mijn haar weer goed doen. Dus pauze. Nog één, als je iemand iets slaat, ja, dat kan ik dus niet, maar dit heb ik toch wel een keer gekund, maar dat kan ik niet meer. Maar kijk, niet iets uitleggen wat je eigenlijk niet zo goed weet en dat je een papiertje hier hebt. Want je mag, anders moet je heel opvallend zo doen, of je legt hem hier neer, of je legt hem hier, als je zo'n tafeltje zo hebt, en dan leg je hem zo neer. En dan mag je wel af en toe kijken naar beneden. Maar niet van kijk eens, ik ga een klein beetje dichtbij vlog zo doen. Nog een tip als je gaat vloggen. Wacht hè, welke tip? Ah ja, dit is toch tip 3 hè? Ja. Nee, 4, want dit was tip 3. Nooit zo vloggen. Hoi allemaal. Nooit. Altijd zo. Nooit zo vloggen. Hoi allemaal, we gaan vandaag dat doen. En nooit zo vloggen. Hoi allemaal, we gaan vandaag zo. Hoi allemaal. En je moet nooit te hard draaien. Dan is het niet mooi. Als je iets wil laten zien, bijvoorbeeld. Ik ga even... Bijvoorbeeld, ik sta zo, hè. Wow. Ik ga het even filmen, hè. En niet... En gewoon... Wacht, hè. En gewoon rustig draaien. Rustig draaien. En voor de zekerheid ook nog eens aanwijzen. Wacht. Of je loopt er gewoon heen. En je gaat zo doen van... Hier is het. Zo. Maar je gaat het niet anders doen. En nog een tip. Dit is alweer tip 5. De laatste. Je moet nooit onnozel doen. Nooit. Mensen... Dan ga je nooit abonnees krijgen. En nooit in een video van... Yes, dit is alweer mijn eerste filmpje. Hey mensen! Hoi allemaal! Welkom bij mijn eerste filmpje. En vandaag ben ik eindelijk YouTuber geworden. Yeah, yeah! Dat moet je nooit doen. Altijd zo van... Even tegen je blijheid in. Even stoppen met blijheidjes. Je mag wel voordat je... Anders maak je hem gewoon opnieuw. Anders krijg je bijna geen abonnees. Het mag wel een slechte zijn. Mug. Ja, dat moet je ook nog doen, maar ja. Het mag wel een slechte zijn. Maar. Niet zo van. Ik ben te. Yes. Dat deed ik toen ook. Maar toen zat ik ook gewoon zo. Ik had zo, hey mensen, en toen zat ik hier zo mijn schoot een klein beetje te spelen. Met mijn handen, dat mag als maar niet ziet in de camera. Dus, doe een duimpje omhoog als je ze kon gebruiken. Dit is speciaal voor Beautiness.
niet dat meisje Joy, maar dat andere beautynest. Als je ze nog niet kent, moet je naar zo'n cameraatje gaan met zo. En beautynest, en niet Joy bedoel ik, maar Joy mag ook wel gewoon kijken, maar de andere beautynest, want daar staat er ook een van. Dus die, als je hierin kijkt, heb je 10 tips, 5 tips die je vooral niet moet doen. En in de vorige video, 5 tips die je vooral wel moet doen. Ja? Oké, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Laat die onder in de reactie weten als je ook een kanaal hebt. Zeg me daarvan de naam, dan zoek ik hem op en dan abonneer ik zeker. En zeker abonneren om op gratis op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. Het enige wat ik nu nog te zeggen heb is later.